boswachter in de klas. Hey, ik ben mooi op tijd, Evert-Jan die gaat zo weer kijken in zijn kantoor op dat schermpje dat hij mij ziet. Aha, vandaag gaat hij mij mooi missen. Ik ga me verstoppen. En dan kan hij zoeken wat hij wil. En dan vindt hij me toch niet. Wat een ziek idee. Zo. Even kijken. Hoor. Hier denk ik dat hij mij niet ziet. Als ik hier blijf zitten. Hier ziet hij me niet. Hey, hallo. Leuk dat je kijkt weer naar het leukste natuurprogramma bij jou op school. Boswachter in de klas. We gaan maar meteen beginnen, want ik weet dat Evert-Jan ergens onderweg is. Dus we gaan eens even kijken waar die uithangt. Ik zie hem niet. Oh, wacht. Kijk. Daar is hij. Hij zit in de boom. Nee, echt, serieus. Heeft hij mij gevonden? Hé, kerel. Leuk hoor, dat verstoppertje in de boom. Ik snap dat je dat leuk vindt. Maar er zitten kinderen in de klas te wachten. Dus zou je niet eens aan het werk gaan? Oké. Ik kom naar beneden. Ik kom eraan. Wat een gedoe. Oké, we gaan het hebben over herten. We gaan hier op zoek naar damherten. En we gaan ook kijken naar edelherten. En we gaan het hebben over reeën. Want dat zijn de drie meest voorkomende herten in Nederland. Kom op. Ik zit nu in de duin, in de buurt van Zandvoort. En achter mij, zien jullie ze, lopen gewoon damherten hier in de duin. Nou, damherten is dus een van die drie soorten die we gaan behandelen in deze uitzending. En dat is het ree. Dat is dat kleine ding, kleine hertje mag je wel zeggen. En dat is een damhert, is iets groter dan een ree. En dan heb je nog de edelherten. De edelherten die komen voornamelijk voor op de Veluwe, een paar in Drenthe en in andere delen van het land. Damhert komt al wel weer wat meer voor, ook in Drenthe. Je hebt in Friesland een paar plekken, je hebt in Zeeland een paar plekken. En het ree komt eigenlijk voor door heel Nederland. Die zie je dus ook het meeste. Dus dat kleine ding, klein geweitje. Oh, wat een prachtig beest is het. Nou, ik heb de camera meegenomen, dus ik ga even een paar foto's maken en dan kom ik zo meteen even bij jullie terug. Ja, en bij zoogdieren hoort natuurlijk ook poep, in dit geval hertenpoep. Heel veel van jullie die zullen ongetwijfeld wel de konijnenkeuteltjes kennen. Dat zijn die mooie, ronde, gedraaide bolletjes. Als ik die uit elkaar haal, zo. Dan zie je ook dat daar alleen maar restantjes gras in zitten. Maar als je die van de damhert er nu bij legt, kijk eens. Wat een verschil dat is. Maar ook daarin zitten alleen maar plantmaterialen. Ik zoek mijn suf, maar ik zie ze niet. Ik zie ze gewoon echt niet. Evert-Jan, wat ben je nou aan het doen? Je zou toch iets vertellen over die herten? Ja, ik zoek vliegende herten, maar ik zie ze niet. Ik kan ze niet vinden. Ja, beste jongen, die herten zijn er nu niet. Vliegende herten zijn er pas in de zomer. Als het weer warm is. Ik zie ze gewoon echt niet. Echt niet. Nou weet je, doe jij maar gewoon rustig. Ik ga hier in de studio even uitleggen wat we bedoelen. Of wat dat zijn, vliegende herten. En dan ga jij maar even lekker op zoek naar lopende herten. Ja, volgens mij was die een beetje in de war met het echte vliegende hert. En dat is een kever. En die zie je eigenlijk pas alleen als het warm wordt. En ik snap de verwarring, want dat is een kever met echt een ding op zijn kop, jongen.
Dat lijkt wel een gewei. Natuurlijk in verhouding niet zo heel groot. Maar daar kan die ook echt mee vechten. Die kevers die kunnen elkaar uit de boom vechten. En wat ook leuk is aan zo'n kever, als die op je af komt vliegen, jongen. Echt dan. Alsof er een helikopter aan komt vliegen. Weet je, misschien gaan we ze in de zomer wel een keer opzoeken en laat ik jullie ze uitgebreid zien. Ik denk dat we dat maar moeten doen. Maar kijk, zoals je ziet, dat damhert is daar gewoon mooi aan het eten. Ik kom vrij dichtbij en eigenlijk gaat hij helemaal niet weg. Het is toch een beetje onnatuurlijk. We staan hier nou bij de damherten. Kijk, je hebt daar allemaal mannetjes. Mannetjes damhert kan je herkennen en dat ze een gewei hebben. Dat gewei hebben ze vorig jaar nog gebruikt in de maand oktober. Toen gingen ze knokken met elkaar. Dat noem je de bronst. En de bronst is een periode, dan moeten deze herten vechten wie het sterkst is. En het sterkste het krijgt dan de vrouwtjes. En dan krijg je dus straks in mei en juni, dan krijg je de kalfjes. Zo heet een jonge baby bij de herten, dat heet een kalfje. Nou, die mannetjes die waren dus de hele maand oktober met elkaar aan het vechten. Maar als ze dan eenmaal klaar zijn met dat vechten en er is bepaald wie het sterkste is, dan gaan ze de hele winter weer bij elkaar. En weet je wat nou het leuke is? Deze herten die verliezen hun gewei. Eind april, begin mei vallen die geweien op de grond en dan krijgen ze weer een compleet nieuw gewei, wat iets groter is dan het vorige. En dan kunnen ze in oktober weer mee vechten. Mooi. Nou zien we heel vaak alleen die mannetjes, of eigenlijk altijd alleen die mannetjes bij elkaar. Die vrouwtjes, en dat noem je de hindes, die zijn op een andere plek. Die hebben even geen zin, de hele winter niet, in dat mannengedoe. Dan geeft ze dus ongelijk. Cameraman Gaber zei het net al, ik zie ze eigenlijk alleen maar van de achterkant van me, van die witte konten. Nou, en dat klopt. En dat heeft een hele belangrijke functie. Want stel je voor, de wolf komt eraan. En dan moet je rennen voor je leven. En dan hoeft zo'n bambihert, dus zo'n babyhertje, hoeft alleen maar de spiegel, zo heet die witte kont, achterna te lopen in de hoop dat ze het redden. En hoeft hij nergens anders op te letten. Dus daar is die witte kont voor, daar is die spiegel voor. Nou, naast al die damherten die we hier hebben in de Amsterdamse waterleidingduinen bij Zandvoort, hebben we in Nederland een plek, en dat is de Veluwe, daar heb je heel veel edelherten. Die zijn nog weer groter dan deze damherten. En die hebben de bronst ook iets eerder. Dus zeg maar hier in oktober en daar op de Veluwe al in september. En dat is natuurlijk wel even iets heftiger, want die herten zijn ook veel groter. Even Jan laat hier zo het gewei even zien in de studio, want ook dat gewei van zo'n edelhert is echt veel groter. Prachtige beesten zijn er. Ja, ik heb hier inderdaad geweien in de studio. Eigenlijk van alle drie. Van het edelhert, van het damhert en van het ree. Waar zal ik eens mee beginnen? Met deze. Kijk, kijk. Dit vind ik zo'n alleraardigst leuk klein geweitje. En dit is een geweitje van een damhert wat hij het eerste jaar krijgt. En dan is hij nog een spitser. Zo heet dat. 1 puntje. Dat kan je zien. 1 jaar. Ik laat hem in de klas wel eens op de kop zien. En dan denken ze wel eens dat dit een oude tand is van een sabeltandtijger. En dat is helemaal niet erg natuurlijk. Maar dit is een gewei van een eerstejaars damhert. Kijk, als hij wat ouder is, krijgt hij een groter gewei. Zie je dat? Dit hier aan de onderkant, dit noem je de roos. Dit is de roos van een gewei. Daarmee zit hij een half jaar vast, of iets langer vast, op zijn hoofd. Uiteindelijk vallen ze er dus af, want dat kan ik ze hier niet in de studio hebben. Hier heb je nog een andere, ook van een damhert. En hier, naast mij, kijk, dan wordt hij groter, hè? Dit is van een edelhert. Dit is het gewei van een edelhert wat al een tijdje in het bos heeft gelegen. Dat kan je zien, want hij is aangevreten, waarschijnlijk door een vos. Die vindt dat ook lekker.
Ook hier zie je de roos zitten. Dus daar zit hij mee vast op zijn kop. Je zou maar zo'n... En hij weegt best zwaar. Je zou maar zo'n ding de hele dag op je kop hebben, joh. Ik leg hem even aan de kant. En dan hebben we hier nog, aan de andere kant... Kijk, dat is deze. Dit is de reebok. En dat is een heel klein gewijtje. Maar vergis je niet, dat zit er best scherpe punten aan. Daar wil je echt geen stoot van krijgen. Maar goed, het ree is natuurlijk ook veel kleiner. Dus het gewijtje is dan ook aangepast op de grootte. Van in dit geval een klein hert. Prachtig. Allemaal gewijen. Struis je even niet nu, want ik zit midden in een uitzending. Even niet nu. Dus tot zover dan de gewijen in de studio. Mop van de week. Oh, wacht. Ik ga die mooie jonge dames daar, die ga ik even vragen of die een mop van de week bedenken kunnen. Willen jullie een mop vertellen? Ja. Waarom vliegt een heks op een bezem, maar niet op een stofzuiger? Weet jij het? Ja. Ja? Nou, ik weet het niet. Moet ik het zeggen? Ja, zeg het maar. Omdat de stofzuiger te veel energie verbruikt. Doei. Hey meiden, bedankt hè. Ja. Doei, boswachter. Doeg. Doei. Veel plezier. Nou, en als laatste, en misschien ook wel een van de uitdagendste, mooiste... Ja, ik vind hem geweldig. Dat is het ree. Er was iemand die zei vroeger tegen mij altijd van... Wat haal je toch rare capriolen uit? En uiteindelijk kwam ik erachter dat de Latijnse naam van dat ree... Capriolus capriolus is. En dat betekent dus, wat maak je een rare bokkensprongen? En het ree, dat heeft dus heel Nederland tot zijn beschikking. Die komt echt overal voor. Er is een beetje dekking nodig, dus een beetje bosrand, een beetje bos waar die kan slapen. En voor de rest het voedsel. Hij eet overal, eet hij een klein hapje van. Slim, hartstikke goed. Ook de reeën hebben een bronstperiode. En dat is zo'n beetje na de grote zomervakantie. Soms al in de grote zomervakantie. En dan loopt het bokje, die loopt soms dagen achter elkaar, achter de geit aan. Ja, want ze willen natuurlijk maar één ding en dat is jonge reeën maken. En daarbij letten ze soms wel eens niet goed op en daar gebeuren er helaas wel eens ongelukken mee. Zo zie je maar weer, liefde maakt blind, zeggen ze wel eens, maar dat is bij reeën echt zo. Gevonden voorwerpen. Nou, kijk toch eens. Een handvol grijze, ovale balletjes. En het lijkt, waar lijkt hij het op? Het lijkt een beetje op poep, maar het is geen poep. Het is van een uil en het zijn uilenballen. En uilenballen, dat zijn eigenlijk alleen maar botjes en haren. En dat zijn meestal, eigenlijk altijd, want uilen eten heel graag, precies, muizen. En die botjes en die haren, die kunnen ze niet verteren, dus die kunnen ze niet meer uitpoepen. Dus die gaan er aan de voorkant uit. Dus die spuugt die uit als het ware. En dan kan je ze vinden onder de boom. En als je ze dan meeneemt naar huis, dan kan je ze helemaal uitpluizen. En dan vind je daar allemaal schedeltjes in. Ribbetjes van muizen. Sleutelbeentjes kan je vinden. De pootjes kan je vinden. Kortom, je kan precies nagaan wat zo'n uil heeft gegeten. Hartstikke leuk. Eén ding nog. Mocht je, net als ik, ook van noten houden. Dat is gewoon maar een tip. Ik heb heel vaak, eigenlijk altijd heb ik noten op zak. Zorg dan dat je als je uilenballen gaat zoeken, dat je ze in de andere jaszak stopt. Ze zijn echt niet lekker. Braakballen. Gevonden voorwerp. Leuk. Jeetje, wat gaat het snel hè, zo'n uitzending. Zit je net lekker te kijken, is het alweer bijna afgelopen. We hebben tot slot voor jullie nog de woordpuzzel. En we willen even Lin en Sansa bedanken voor de geweldige mop. Het kan dus wel een goede mop. Heb jij er zelf ook een trouwens? Stuur die dan gewoon samen met jouw klas op, hè. Dat kan. Mop, apenstaartje, boswachter.nl. Niet vergeten. En wat hebben we een hoop geleerd trouwens? Met de gewijen van het ree, van het edelhert, van het damhert. We hebben een uilenbal gevonden. Kortom,
ontzettend veel in zo'n uitzending. Ik zeg succes met de woordpuzzel. En tot de volgende keer. Tot ziens. Tot buiten. Raad het woord. Huh?